Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we gaan kijken wat de boodschap is die vandaag mag meegegeven worden. En we zijn, de dag dat ik nu opneem, zijn we 20 maart en zijn we hiermee eigenlijk voor dit jaar dan het rampseizoen begonnen. Dus het kan zijn dat het verschil voelt in de energieën, dat je niet meer zo in de waterige energie van vissen zit, maar meer in het vuurelement getrokken wordt. Als je zelf ram bent, dan zit jij nu in jouw seizoen. En we krijgen als eerste de King of Swords met Mind Over Matter. En Manifest Your Dreams. Oké, dat lijkt mij hier een interessante video te worden. Ik heb net ook 1-1 gezien. Ja, oké, lack of self-confidence, dus gebrek aan zelfvertrouwen. Dus het gaat, deze video, deze boodschap is voor iemand die bezig is met iets te manifesteren. Dat kan zijn een relatie, het kan zijn een meer geld, klanten, wat dan ook, maakt niet uit. De grootste les hierin ligt hen in het leren. Ik ga zeggen controleren, maar controleren heeft vaak een negatieve bijklank. Misschien is meesteren het een beter woord. Van de mentale energie, dus van de gedachten, van het mentale lichtlichaam. En het is vooral ook daar. Het doet me denken aan een gesprek dat ik had met iemand deze week. Vaak is het, niet zo, is het zo dat er geen sprake meer is van blokkades vanuit energetisch oogpunt of wat dan ook. Maar gaat het erover van in hoeverre vertrouw je je eigen passie, in hoeverre vertrouw je jezelf en dat de passie die je voelt en de passie die je hebt, dat die voldoende is en genoeg is om materiële overvloed in de vorm van klanten, of voor je bedrijf, of voor geld, of wat dat dan ook maar is. Dus om eigenlijk dan de levensstijl die je wil gaan ervaren, om die te gaan voeden. En dan gaat het niet zozeer over van, heb je al voldoende vertrouwen dat het universum voor jou gaat zorgen, of dat het universum gaat weerspiegelen waar dat je staat in jouw energie. Want dat is nu eenmaal de universele wetten. Die universele wetten moeten en zullen zo uitgevoerd worden. En de reden waarom dat, ja, dat je bijvoorbeeld zegt van ik voel me wel overvloedig, maar het wordt niet gespiegeld in de 3D-wereld, in mijn realiteit. Ik moet geven, want geven bij mij is vaak een teken dat er heel veel energieën geheeld worden. Dus we zitten hier echt op het heel belangrijk issue, blijkbaar. Maar dus het gaat niet zozeer over het feit van, heb ik wel voldoende vertrouwen dat inderdaad het universum voor mij gaat gaan zorgen? Ja, dat is wel, bij sommigen gaat daar wel een stukje nog in zitten als ze dan niet voldoende vertrouwen. Maar het gaat hier eigenlijk ook nog dieper en het gaat over van, vertrouw ik mezelf voldoende? Vertrouw ik de passie die ik voel ervaar voldoende? In die zin dat ik in staat zal zijn om daarmee voldoende overvloed, en vaak vertalen wij overvloed naar geld, aan te trekken om mijn dromen inderdaad echt te gaan realiseren. En daarom krijgen we ook dus een page of wands, maar omgekeerd met dus dat gebrek aan zelfvertrouwen. De 1 van zwaarden ook omgekeerd met het gebrek aan ideeën. En dat creëert natuurlijk die 2 samen, dus een gebrek aan zelfvertrouwen en een gebrek aan ideeën, creëert natuurlijk heel veel zorgen en piekergedachten en angsten en wat dan ook. Waardoor dat we de 10 van wanten dus van krijgen. Waarin dat eigenlijk gezegd wordt van oké, het is genoeg geweest. Het is tijd om al jouw lasten, al hetgeen dat je denkt dat je moet rekening mee houden, om die neer te leggen, om die los te laten, om je rugzak die vol met zware stenen zit, om die neer te leggen, om uiteindelijk helderheid te krijgen in je gedachten. Want daar zit
Daar zit de sleutel tot je oplossingen. En we krijgen ook de maan. Dus we gaan ook zien dat de komende volgende volle maan, die op 25e is, dus komende maandag, dat die ook wel weer heel veel dingen gaat gaan verschuiven. Ja. En het belangrijkste om te beseffen is dat jij eigenlijk voldoende bent. Je bent genoeg. Je hoeft niks meer te doen. Je hoeft niets meer te zijn. Je hoeft niets meer te leren. Je hoeft niets meer te healen zelfs. Het is gewoon het enige wat er tussen jou en het ontvangen van die dromen staat, is gewoon jouw gedachten. Waarom? Omdat je mag gaan herinneren dat je voldoende bent. Je mag gaan herinneren wie dat je in wezen bent. En in wezen ben je een onderdeel van de bron. Een klein, één kleine cel die samen met heel veel andere cellen deel uitmaakt van de bron. Dus met andere woorden, jij bent de bron. Weliswaar in een kleinere versie. En dan eigenlijk mag ik het zelfs nog niet, zo niet zeggen, want dan ga je ook weer gaan ervan uitgaan dat door het feit dat je kleiner bent, dat je minder kracht hebt. Want dat is niet zo. Ik zie ook 6-6. Voor iemand is dat een bevestiging. Dus wanneer we dat allemaal gaan herinneren, wat we echt zijn, en vooral ook die schaduwen die daaraan gekoppeld zijn, want de bron heeft ook een weerspiegeling. Ook al is de bron eenheid, de bron heeft als het licht en de diamanten energie, geeft als weerspiegeling ook de zwarte energie. En samen vormen ze dan ook de bron. En vandaar dat werken met de zwarte diamantenvlam superkrachtig is, omdat je daarin beide facetten van de bronenergie eigenlijk gaat gaan gebruiken. En dus hoe meer dat je dat gaat gaan belichamen, hoe meer dat je ook gaat merken dat het jou een innerlijke rust geeft. Dat het jou helderheid geeft in je gedachten. Want ik krijg hier twee keer verschillende kaarten met dezelfde boodschap. De ene was de maan met mental clarity. En nu is de 7 van bekers omgekeerd met clarity of thought. Dus hoe meer dat je dat gaat gaan intappen op je ware essentie. En allerlei emoties rond schuld, rond verantwoordelijkheid, rond verantwoordelijkheid die je gaat gaan loslaten. En daar ook in toestaat dat het universum daar een natuurlijke balans in gaat gaan aanbrengen. Hoe meer je in staat gaat zijn om vanuit die God-energie, vanuit die bron-energie, vanuit die universele energie, eigenlijk jouw leven ook gaan vorm te geven. Met een speciale touch die specifiek alleen maar jouw frequentie kan gaan neerzetten. En dat op zich gaat die emotionele vervulling teweeg brengen. Dat gaat ervoor zorgen dat al jouw facetten van jouw zijn diep vervuld zijn op emotioneel vlak. En waardoor je dan natuurlijk een fundament legt om dat dan ook te weerspiegelen te zien in jouw realiteit, in jouw 3D-wereld. Want waar zijn we mee begonnen? Het ging over een meester worden over je gedachten, om zo je materie, de materie, de 3D te gaan sturen, om uiteindelijk eigenlijk met als doel je dromen te gaan manifesteren. En dus door je te focussen op die emotionele vervulling, op dat je in wezen een onderdeel bent van het grotere geheel en dus die eenheid en individualiteit gaat gaan creëren in dit leven, wat we vaak ook noemen als zelfrealisatie, dan in plaats van alles in jezelf te houden, maar eigenlijk echt je uniekheid en je authenticiteit te gaan delen met anderen, dan ga je ook ervoor zorgen dat je een leven gaat gaan creëren waarvan je zoiets hebt van, oh my god, dit is hier echt een verhaal voor in de boeken of voor in de films. En wat er nu aan het gebeuren is met de huidige planeetstand, is dat eigenlijk heel dat stuk wat ik nu over aan het vertellen ben, die een onderdeel is van ontwaken, dat wordt altijd maar krachtiger en krachtiger. Zodanig dat we emotioneel matuurder worden, dat de harmonie hersteld wordt en dat we eigenlijk meer en meer ook gaan zien van oké, als ik dit werk doe, als ik die dingen verschuif, als ik op deze manier in het leven sta, dan is dit hoe het universum gaat gaan reageren. En dat zorgt ervoor dat je een ware meester wordt. Dat je echt gaat gaan zien van ah oké, ik heb hier inderdaad kracht over mijn realiteit, over materie, over het 3D. Maar het is niet vanuit controle, het is niet vanuit de vervormde energieën. Het is niet vanuit afhankelijkheid.
Het is vanuit een verbondenheid met de natuur en alles om je heen. Ik zat vanochtend in mijn auto en ik was de kinderen naar school aan het brengen. En dat is hetgeen dat ik ook heel hard ervaarde tegenwoordig. Van hoe hoger je energie bent, hoe meer dat je die eenheid ook voelt met alles om je heen, met alles wat dat leeft. Je kijkt bijvoorbeeld naar een dier, je kijkt naar een persoon en je voelt instant wat dat zij voelen. Je voelt in een split seconde de essentie van hun energie. Waarmee dat ik wil zeggen, dat je verbinding maakt met de ziel in dat dier, in die mensen. Maar dat je tegelijkertijd ook hun zwaarte ervaart. Dat je hun verdriet voelt. Dat je alles wat dat hen in deze realiteit maakt, of wat ze denken dat ze zijn, dat ga je ook gaan ervaren en voelen. Maar let op, en dat is natuurlijk waar dat het duivelse stukje in komt. Daar zijn we vaak ook te veel aan gehecht geworden. En zijn we gaan denken dat eigenlijk ons ego, dat is wie dat we zijn, dat onze identiteit is. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dus nu worden we nog meer gevraagd om weer op te levelen en dan nog een stukje hoger in ons proces te gaan. En die eenheid in onszelf te gaan vieren. Maar met als doel om van daaruit ook balans te houden. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Om te beseffen dat alles wat je ervaart en voelt. En dat je via die verbinding en via je lichaam en via wie dat jij bent. Perfect kan gaan voelen wie dat de ander is. En hoe meer dat we vanuit die energie, vanuit die hogere energie met elkaar gaan verbinden. Hoe meer dat onvoorwaardelijke liefde ook kan gaan doorstromen. Want hoe hoger je in energie bent, hoe meer je ook ziet van hoe dat komt dat persoon X of Y of Z op een bepaalde manier gaat gaan reageren. En dan zie je ook ieders aandeel in het verhaal. Het maakt niet uit of dat iemand jou ongelooflijk veel pijn heeft gedaan in jouw beleving. Het is goed, het is oké om de pijn te erkennen, maar probeer ook te gaan kijken vanuit dat hoger bewustzijn. En dat is ook een van de dingen die je leert door met de universele vlammen te werken. En wat ik ook leer en uitleg in het programma Universele Vlammen. Dat een sterke, oprechte, ware liefde dat geneest en dat transformeert. En dat zijn bijvoorbeeld ook lessen dat de derde vlam van Cosmos je liefde meegeeft. En nog krachtiger en integreert. Waardoor je uiteindelijk dan tot op een punt komt dat er geen angst meer is. Want angst kan niet tegelijkertijd bestaan met die hogere, zuivere energie van liefde. Nu, besef ook dat je hogere zelf het vermogen heeft om een enorme hoeveelheid menselijke negativiteit onmiddellijk te gaan transformeren naar zuivere liefde en zuiver licht. Maar het is aan jou om dat te gaan vragen, om het natuurlijk eerst dat te weten en om dat dan te gaan gebruiken op een hele krachtige manier. We kunnen niet elke dier of elke mens in huis nemen en gaan verzorgen en de liefde geven wat ze verdienen. Want ook dat dier, ook die mensen, die kinderen, die hebben allemaal hun eigen pad gekozen. Wat dat wel je kunnen doen en wat dat superkrachtig is, is om hulp te vragen. En te beseffen dat eigenlijk zoveel mogelijk die kosmische liefde, die onvoorwaardelijke liefde te verwerven in je leven, dat dat eigenlijk je enige doel is in het leven. Dat het niet uitmaakt hoeveel geld dat er op je rekening staat. Oké, we worden getrokken en we worden uitgedaagd. En we worden constant herinnerd door nog zoveel dagen om je rekening te betalen. Of als je een rekening toch verloren bent. Eerste herinnering, want anders gaan we met bla 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 en nog wat gaan dreigen. En je voelt in alles wat dat op die manier nog in onze maatschappij en in het systeem gemaakt is en gecreëerd is, dat het is vanuit een hele lage energie. Een energie van tekort, een energie van angst. Maar weet dat telkens wanneer je met dergelijke stukken geconfronteerd wordt, dat jij de kracht hebt om erboven te gaan staan. Dat jij de kracht hebt om een muur van positieve energie om je heen te gaan bouwen, om die liefde te gaan uit te breiden, om die door je lichamen te voeden met die onvoorwaardelijke liefde, dat je van daaruit een baken wordt van liefde en licht voor de mensen om jou heen. En dat is waar die ware bewustwording, waar die ware ontwaking van de aarde uiteindelijk ook over gaat. Ga eens kijken welke vlammen dat er nog behulpzaam kunnen zijn voor jou als je resoneert met deze energie.
Als je nog niet geabonneerd bent of op mijn kanaal, dan zou ik het super leuk vinden, omdat het mij ook helpt om dan gemakkelijker ook boodschappen te channelen voor jou, voor degene die geabonneerd zijn. Wat hebben we? We hebben aartsengel Metatron met de diamantenvlam, tuurlijk met kernwoord wijsheid. En aartsengel Raphaël met de groene vlam en aardkrachten van de aarde. En dat laat mij herinneren aan het feit dat, voor degenen die dat weten of die niet weten, dus begin april ga ik samen met twee leuke toffe mensen naar Portugal, om daar heel belangrijk energiewerk te gaan doen. Omdat de lichtlijnen, de energetische, hoe moet ik het gaan noemen, de energetische banen van de aarde ook aan het verschuiven zijn. Dus er zijn, als je dat gaat gaan opzoeken op Google of wat dan ook, dan ga je zien dat er een aantal lichtlijnen en energetische banen vooropgesteld worden en gecreëerd worden of ooit gechanneld zijn. Maar het is eigenlijk wel naïef om te denken dat dit een vaststaand feit is en dat het voor altijd zo gaat blijven. En dus worden we nu gevraagd, ik en nog een aantal andere mensen, en ik ben er 100% zeker van dat er nog mensen zijn die ik niet ken, of die me niet volgen en die daar ook toe geroepen worden, om actief te gaan werken en actief de bewakers van de universele vlammen te worden. Omdat het nu net belangrijk is om healing te brengen naar plaatsen, verschillende specifieke plaatsen op de aarde, waarin dat nieuwe chakras zich gaan openen. Nieuwe in die zin dat, waar je bijvoorbeeld weet dat er 7 hoofdchakras zijn, en denk dan maar aan het hartchakra, de sacraal chakra en wat dan ook, die zijn er ook op de aarde. Maar de oude zullen met tijd gesloten worden. Gesloten omdat die veel te dense energie hebben, moeten verdragen, verduren, wat dan ook. En daardoor openen er zich nieuwe chakras. Net zoals dat er bij ons ook hogere chakras gaan openen. En ook grotere, hogere in frequentie, dus ook kleinere chakras gaan openen. Ook dat gebeurt er op voor de aarde. Want de aarde is ook een levend wezen. En wij zijn daarom eigenlijk allemaal kleine celletjes, als je het zo mag gaan vergelijken. Dus doordat wij gaan reizen en rondtrekken op de aarde, dan zou je het kunnen vergelijken met de kleine cellen in ons lichaam die doorheen ons bloed gaan stromen, of die doorheen onze energiebanen gaan stromen, om healing te brengen naar verschillende stukken. Denk maar aan het feit dat je ergens gevallen bent en je hebt een blauwe plek of je hebt een open wonde. Dan gaat die wonde ook genezen van binnenuit en niet van bovenaf. En dat is hetgeen dat ook gebeurt bij de aarde nu met die energetische healingen, waar dat ik nu al mee bezig ben, maar waar dat ik dus in april fysiek ook voor ga reizen. En nadien zijn er ook nog een aantal andere plaatsen die aan de beurt komen, waar ik, als ik daartoe geleid word, ook meer informatie over ga delen. Maar dus, waarom zeg ik dat nog eens? Omdat als je geleid wordt om naar een bepaalde plaats te gaan, zoals dat ik ook in 2018 bijvoorbeeld geleid werd om ook naar Portugal te gaan, maar dan noorden, dan is dat omdat op die plaatsen een bepaalde energie aanwezig is die jou gaat helpen om een aantal codes te openen, om een aantal inzichten te ontvangen. En dat kan zo klein zijn als bijvoorbeeld van, ik word geleid om naar het bos te gaan vandaag. Of ik word geleid om gewoon in mijn tuin te gaan. Of ik word geleid om naar de zee te gaan. Volg die leiding, want die leiding is belangrijk. En zeker in dit jaar 2024 is het belangrijk dat je leert te vertrouwen op je intuïtie. En dat je daar ook meer krachtiger in wordt. En dus daarom, als je nog niet hebt geleerd en nog niets weet over de vlammen, zou ik zeggen, begin met het aankopen van mijn boek 96 Vlammen. Daarin staat er heel veel informatie in. Ook een aantal codes dat je aan activaties al gaat ontvangen, want zo is het boek geprogrammeerd. Ben je daarmee klaar, dan nodig ik jou uit om ook de stap te zetten naar het programma, naar het universele vlammen. Omdat je daarin ook de verdere initiaties krijgt om jou te helpen doorheen de verschillende fasen van het ascensieproces.
Het programma is zo opgemaakt dat er dus 7 fasen zijn van het ascensieproces en dus de 7 vlammen werken doorheen die verschillende fases. Dus we krijgen eigenlijk 7 initiaties, 7 fases. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar dat is een basis. En van daaruit, eens dat je dat gemeesterd hebt, eens dat je dat gewoon bent om mee te werken, dat je lichaam, fysieke lichaam daaraan aangepast is, dan ga je ook in staat zijn om het eigenlijk voor een stuk op jezelf te gaan doen. De verantwoordelijkheid zelf te nemen en je eigen leiding te gaan volgen. Zo, dat was voor nu. Ik ga stoppen met preken. Maar je ziet hoe belangrijk dat is. En ik heb soms de woorden niet... Of, ik heb soms het gevoel dat ik niet voldoende woorden heb om mee te geven wat dat belang ervan is. Dus vandaar dat ik soms verval of herval in het spreken en 100 maal en 1000 keer uitleggen. Dat is echt super belangrijk. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastische week en tot aan de volgende video.